Hey, hallo, mijn naam is Patrick, 27 jaar en in deze video wil ik je eigenlijk meegeven dat je vooral positief en optimistisch moet blijven. Maakt niet uit wat voor beperkingen je hebt of uitdagingen in je leven. Als je niet positief blijft denken en je horizon breed houdt in de zin van ik wil graag, je wil bijvoorbeeld iets bereiken in je leven, maar je denkt van ja, maar omdat ik dit heb, zou ik dat niet kunnen. Dat is niet per definitie zo. Ondanks dat je omgeving je dat wel wil wijsmaken. Jij mist een been of zo. Of je mist twee armen. Houd je horizon breed. Dat wil ik vooral meegeven. En wat ook nog belangrijk is. Je bent zelf je grootste vijand als het gaat om bereiken van je uitdagingen. En wat jij wil in het leven. Een mooie uitspraak vind ik nog steeds. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Vrij vertaal betekent dat waar jij je ook een voorstelling van kan maken in je hoofd en wat je ook gelooft, kun je bereiken. Van een Amerikaanse schrijver genaamd Napoleon Hill. De andere kant is ook waar in dat verhaal. Wat voor blokkade jij opstelt in je hoofd, zeg maar, dat houdt jou tegen. Iemand die gaat bungee jumpen, die gaat dat niet doen omdat hij denkt dat hij niet overleeft. Stel je voor van ja, we gaan wel. Je springt niet uit een vliegtuig als je er niet van overtuigd bent dat je dat gaat overleven en dat je dat kunt. Het kan zijn dat anderen het niet zien, want mensen die willen altijd eerst zien dan geloven. Maar wat je eigenlijk aan moet leren is eerst geloven en dan zal je het zien. En dat was de video voor deze keer. Kijk tot slot maar even naar dit filmpje van Matt Stutzman. Deze persoon heeft geen armen en kan toch boogschieten en heeft ook een wereldrecord op zijn naam staan bij het Guinness Book of Records. Dus bewijs genoeg, dacht ik zo. Doeg!